zondag, zondag 4 maart. J.W. Roy treedt hier vanmiddag op in het theater bij de Fellowship of Acoustics. J.W. Roy, een grote naam in de Nederlandse popmuziek. Hij is singer-songwriter. Hij heeft onder andere samengewerkt met Ilse de Lange, Bluff, Freek de Jonge en Guus Meeuwis. Ja, en straks ook met mij, want natuurlijk gaan we samen ook weer muziek maken. We spelen samen een prachtig nummer van hem, Kind of Blue. J.W. Roy schreef veel muziek voor Guus Meeuwis, waaronder Tranen gelachen, maar op dit moment vooral ook heel bekend met zijn hit met Diggy Dex, Treur niet, ode aan het leven. En als de klok luidt en de tijd is en ik zing voor de laatste keer, als ik daar lig in vrede, zie deze dan nog een keer. En als de klok luidt, bouw dan een mooi feest voor mij, zo eentje die doorgaat, doorgaat voor altijd. Mocht ik heen gaan, ergens, treur dan niet om mij, maar proost op het leven, treur niet om mij. Oh, proost op het leven, treur niet om mij. Oh, proost op het leven, en treur niet om mij. J.W. Roy, wat leuk dat je er bent. Dankjewel. Sorry voor het laten. Het is echt te laat, maar ja, fout gegaan. Nou, je bent er. Je gaat hier vanmiddag optreden in Theater Dina. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ben hier al heel vaak geweest om gitaar te kijken en ook een paar gekocht. Het is een heerlijke plek om te komen. Vind ik zo'n mooie, al dat licht en gewoon een mooie plek in het land. En nu gaan we ook spelen, dus ik ben benieuwd hoe het gaat hier. Ja, leuk. En je speelt met je band straks, The Royal Family. Yes, ja. Voelt het ook als familie, je band? Nou, het heeft er wel trekjes van, zeg maar. Dus de goede en de slechte kant, laat ik het zo zeggen. Ja, slechte niet. Maar gewoon als je veel met elkaar op pad bent, want nu zijn we dus op een tour. Ja, dan krijg je alle trekjes van de mensen mee. Ik vind het eigenlijk heel leuk om zo vaak samen met elkaar op pad te zijn. Ja. De goede en de slechte dingen te delen. Ja, het is wel intensief, hè, dat je met elkaar optrekt. Ja. Ja, en je speelt ook wel alleen, denk ik toch? Hè? Het is lang geleden dat ik dat... Ik doe het wel eens en ik deed het vaker, zeg maar. Ik heb veel solo-concerten, duo-concerten, huiskamer-concerten ook. Maar de laatste anderhalf, twee jaar ben ik eigenlijk continu met de band op pad geweest. Ja, Je bent singer-songwriter. Ja. En duo-optredens doe je ook. Ja, doe ik ook. Ja, en dan met de band. En als je jou op YouTube opzoekt, J.W. Roy, dan kom je heel snel op dat je voor Voetbal Insight een nummer hebt gedaan. Ja. En ook het nummer met Diggy Dex. Ja, zeker. Ja. Dat is echt wel een flinke hit geweest. Dat is een enorme hit, ja. En zijn die twee dingen ook de hoogtepunten uit je carrière? Nou, dat zijn hele leuke dingen. Maar ik heb ook nog heel veel andere dingen gedaan. Ik ben een paar keer in Amerika op tour geweest, ook in Europa. Vond ik heel leuk, zeker in Texas op het South by Southwest Festival. In die stad Austin heb ik nog een aantal maanden gezeten. Ook om inspiratie op te doen en songs te schrijven. En in Nashville ben ik vorig jaar nog geweest, ook om songs te schrijven met anderen daar. Ik heb daar een publishing contract, waardoor je samenwerkt met andere schrijvers daar. Dat zijn hele leuke dingen. En vorig jaar heb ik nog een 20 jaar jubileum. Ik leef 20 jaar van de muziek, wat ik nog steeds een feest vind eigenlijk. Want ik heb eerst 16 jaar slager gewerkt en toen kon ik eindelijk leven van de muziek. Dus dat zijn eigenlijk meer, er zijn er veel, maar die hit met Diggy Dex is natuurlijk heel leuk. Ik heb heel veel één hits met Guus Meeuwis mogen schrijven. Dat is ook heel leuk als je nummer één hit hebt. Oké. En dan eigenlijk van allerlei dingen. En welke nummer één hits heb je geschreven? Met Guus, Tranen gelachen, dat is wel een bekende van. Proosten en nog een paar. En dan... Mooi. Ja. Ja. Werk je op dit moment ook nog samen met Guus Meeuwis? Ja, ben ik nu mee aan het schrijven. Deze week weer. Hij is een nieuw album aan het maken. Het is bijna af. Dus zijn we ook zo. Ja, mijn werk is eigenlijk. Werk. Ik schrijf heel graag songs en dan ook heel graag samen met anderen. En voor mijn eigen show, net vandaag, dan schrijf ik meestal zelf. Ja. Ja. Die schrijf je ook alleen? Nee. Ik heb vaker wel. Maar deze plaat juist veel ook met. Twee bandleden songs gemaakt en ook met Ilse de Lange en Lea Kliphuis. Nog, weet ik even zo niet meer, maar we hebben wel iets meer samengeschreven. Ja. Ja. Ja, mooi. Ja, leuk. Ja. En je hebt eerst als slager gewerkt. Ja.
16 jaar en ging dat dan een beetje geleidelijk aan dat je dan... Ik ging steeds minder werken en dan zei ik tegen de baas, eerst werd ik thuis, we hadden thuis een slagerij. En uiteindelijk ben ik ergens anders terechtgekomen en ging ik van 40 uur naar 30 uur en toen naar 20 uur. En op een gegeven moment, dus 1 januari 1997, toen zei ik, nou kom ik niet meer terug. En toen ben ik naar Utrecht verhuisd, eigenlijk voor de liefde eerst. En toen kreeg ik daar een band. En toen ben ik, de eerste maanden heb ik geleefd van het geld dat ik verdiende op Hoogkaterijnen spelen. De straatmuzikant. En daar heb ik eigenlijk mijn eerste album gemaakt. Stonden gewoon in een tunnel naar de streekbussen. Ja. En stonden gewoon iedere keer songs te maken, want die mensen zijn maar 20 seconden in jouw geluidszone. Ja. Dus je kunt gewoon een uur lang hetzelfde stukje spelen, maakt niet uit. Oh ja. En zo heb ik zonder pen en papier en de tekst iedere keer een zinnetje erbij verzonnen, heb ik die songs van de eerste album Round Here gemaakt. Dus, gewoon lekker spelen op Hoogkaterijn. En doe je dat nog steeds wel eens? Nee, maar dat was gewoon, ik had natuurlijk wel een enorm werkethos. 'S Ochtends vroeg opstaan en werken tot 6 uur. En in Utrecht, ik voelde me enorm vrij. In één keer ik hoefde niet meer naar een baas, maar ik ging wel iedere dag naar Hoogkaterijnen. Ja. Om te spelen, net zolang ik dacht, nou heb ik genoeg om naar het café te gaan of te eten. Ja. Ik kon daarvan leven. Ja. Dus ik voelde me geweldig, want ik kon leven wat ik het liefste deed. Ja. En later, in dat jaar, bracht ik mijn eerste cd uit. En dat ging meteen, werd die heel goed ontvangen. Dus gingen we heel veel optredens doen. En er had nog geen kinderen, geen gezin, of geen huis wat noemenswaardig was. Dus ik kon gewoon, vanaf het moment dat ik zei ik kom niet meer terug, kon ik leven van de muziek. En dat is fantastisch. En gaan waar de muziek je brengt dan eigenlijk. Ja, altijd zo gedaan. Ja. 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 Mooi. Ja. En wat is je favoriete nummer? Dat is heel moeilijk. Ja, ik heb iets van 300 liedjes gemaakt. 300 liedjes? Ja. Dus dat is wel moeilijk om te zeggen. Want ik heb op de laatste cd een ode aan mijn vader geschreven. Die is bijna een jaar geleden overleden. Die heet The Big Chief. Daar ben ik heel, heel blij mee, heel trots op. Ik heb nog wel een song Kitchen Table Blues. Ben ik een song waar ik trots op ben van mezelf. En Broken Wings. Asche Ooit. Een liedje wat ik met Gerard van Maasakkers heb uitgebracht. Ja. Nou, zo zijn er nog wel meer, maar ja, wat ik zeg, ik heb 11 cd's en dan kleine 300 songs gemaakt. Dus. Ja, en Big Chief, is dat ook dat nummer die je met je broer dan hebt gezongen? Nee, Broke Brothers. Oh ja. Die is ook heel mooi. Ja, ja. Want het afgelopen jaar heeft wel ook in het teken gestaan van het overlijden van je vader. Ja, dat ging, kwam eigenlijk vrij onverwachts. Dus dan, en ik was bezig met aan het schrijven met een nieuw album. We hadden al opnamedata gepland. Ik had nog maar liedje 5, 4. En toen ging mijn vader dood. En dan kom je toch in een. Dat boort weer een andere bron aan. Dus dan ga je schrijven. Ik schrijf eigenlijk altijd, tenminste als ik voor mezelf schrijf, over de dingen die ik meemaak of die ik om me heen zie gebeuren. En ja, dan schrijf ik daarover. Dus er staan iets van 3 liedjes die daarmee te maken hebben op het album. Ja. En die 300 songs, hoe kies je dan welke komt op het album? Ja, je schrijft gewoon je schrijft gewoon altijd, hè? Niet iedere dag, maar wel iedere week. Dus als je een album aan het werken bent, dan begin je met een paar songs en dat zoek ik nog, moet ik nog een beetje een uptempo of een iets ander ritme. Dus dan ga je een beetje een palet aan songs maken. Ja. En daarna schrijf ik ook gewoon voor andere mensen, en soms worden die opgenomen, soms niet, dus je hebt gewoon, ik heb nog een hele rij liedjes die nog niet opgenomen zijn. En dan kan het wel zo zijn dat je denkt van, die song past eigenlijk wel goed bij dit album, en dan, zo gaat dat. Ja, ja, mooi. Ja. Ja. En wij gaan straks Kind of Blue gaan we doen. Ja. En dat nummer gaat over iemand die ineens denkt van, nou, ze is weg. Ze is weg, ja. Ze is weg. Ja. En heb je ook iemand in gedachten gehad hoe je dat schreef? Of? Ik heb in deze, bijna alle songs op het album zijn, heb ik zelf wel iets mee te maken en deze niet. Maar ik vond Kind of Blue, ik zat eigenlijk te luisteren naar het album van Miles Davis. Ik hou helemaal niet van jazz, of tenminste ik denk dat ik niet van jazz hou. Ik vind het nog te ingewikkeld, misschien ben ik nog te jong voor. maar ik vind die titel zo mooi, Kind of Blue. Ja. En die plaat vind ik ook prachtig.
Dus ik zat gewoon, ik had een melodietje en ik dacht aan die plaat en aan die titel. En toen zag ik in één keer gewoon, dat is het leuke aan schrijven. Ik zag gewoon een man voor me die ergens rondliep in zijn huis, een beetje, ja, verward of verdrietig of verbaasd dat er wat er gebeurd is, wat er met hem gebeurd is. Ja. En heb ik gewoon zelf verzonnen. Dus, ja. Ja. Ja, en die man in dat liedje, die luistert ook de hele avond eigenlijk naar Kind of Blue. Dat is de metafoor meer, ja, zeg maar. Ja. Ja, in principe kun je zeggen, hij zet die plaat op, maar hij zou hem ook niet op kunnen zetten. Want het is gewoon, Kind of Blue, listen to it all night long. Het kan ook zijn dat gevoel. Dat gevoel, de hele... Dat steeds in zijn hoofd zit. En, het is een combinatie. Ja, mooi. Zullen we eens gaan doen? Heel graag. Stinkend mijn best gedaan. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik speel normaal nooit orgel, dus het is mijn debuut. Wauw, dat wordt super spannend. Ja. Ik moet wel even een gitaartje pakken en stemmen. Ja, het is een mooie snoepjeswinkel. Ja, ik heb er al één gezien die ik graag ga gebruiken. Ja. Maar mag ik dan nu opstaan of moeten we... Ja, dan gaan we daar dan muziek maken. Ja. Is goed. Zullen we gaan? Zullen we het doen? Ja. Yeah. 1, 2, 3, 4. Phone rings, so what? I don't need to know who's on, who's on the other side. Again, it lights up like a cigarette. We better stop searching for the fire, 'cause the heat is gone. Lost for sale. Love became a ghost. Heartache song. Keep the curtains closed. Kind of blue. Listen to that all night long. How about the truth, baby? Is it already gone? Like a cry in the night. A dirty souvenir. Thank you.
Yeah. Yeah. Well done. Mooi. Mooi gedaan. Top. Mooi. Ja. Prachtig. That's it. Super mooie stem heb je ook. Dankjewel. Ja, heel mooi.